kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een naked unboxing. Ik heb een hele leuke shoplog voor jullie. En het wordt een naked try-on haul. Met allemaal items van Naked. En dat ga ik jullie laten zien. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Met Floor15 krijgen jullie 15% korting op je aankoop bij Naked. En ik zal alle items hieronder in de beschrijving linken. Mocht jij benieuwd zijn, gebruik de code. Hij is 1 week geldig. En dan zou ik zeggen, laten we snel beginnen met de shoplog. Het is echt wel een hele grote zak, dus ik ben heel erg benieuwd. Goed, eerste item is... Oh, gelijk het leukste item misschien wel. Dit superleuke jurkje. Ik vind deze echt heel erg leuk. Hij heeft een ruffle mouw. En hij is hier doorschijnend. En verder is die super mooi niet doorschijnend. En heeft gewoon een zwart stofje eronder. Ja, dit vind ik echt een heel leuk jurkje. Heb ik al gezegd dat het een jurkje was? Nou ja, kon je ook wel zien. Hij heeft een druppelvormige sluiting aan de achterkant. En ja, ik vind dit heel erg leuk met laarzen en een riempje. En met uitgaan of zo. Dus heel erg blij mee met deze jurk. Deze jurk heb ik in een maatje 34. Ja, Naked valt altijd wel groot. Dus ik heb normaal 36 en van Naked bestel ik eigenlijk alles in een 34. Behalve broeken en schoenen, mijn eigen maat. Maar goed, maatje 34 dus. Dit superleuke jurkje. Dan het volgende item. En dit is misschien ook wel mijn favoriete item. Het is namelijk dit supermooie leren rokje. En die heeft ook een riempje met zo'n soort sluiting. Super makkelijk. Kun je er mooi doorheen halen. En dan kun je hem aantrekken. Maar hij is zo leuk. Want ik heb deze dus. Wij verkopen deze ook in de kledingwinkel waar ik werk. Lily. En we konden hem niet meer bestellen. En mijn maat was er niet meer. Dus ik balde daar zorg van. En mijn beste vriendin Lisa heeft deze ook. En volgens mij had ze dus een maat 36. En passen die perfect. Dus ik heb hiervan een maat 36 gedaan. Zoals ik zei, mijn maat is ook 36. Maar bij Naked valt altijd groter. Dus ik denk dat dit moet passen. Want ik had op werk een 34 of een 32 passen. Nou, veel te klein. Dus een 36 moet denk ik lukken. Maar hij is super leuk. Voor nu met een panty en dan laarsjes eronder. En een dikke trui. Maar voor straks in de zomer ook met een leuk hemdje of zo. Dus deze. En dan heeft hij hier nog gewoon een rits. Riempje dus. En de achterkant is gewoon basic zwart. Dan heb ik deze broek opnieuw besteld. Ik heb deze al een keer besteld bij Naked in maat 34 en die was echt te strak. Dus nu heb ik een 36 besteld, want ik vond hem wel heel erg leuk. Het is gewoon een blauwe spijkerbroek. Zoals jullie weten draag ik geen spijkerbroeken. Ja, heel af en toe van die boyfriend jeans. Dat vind ik wel super mooi. Maar echt strakke spijkerbroeken draag ik niet. Voel ik me een beetje een boerin in. Ik weet niet waarom. Ik kom ook uit Twente. Maar ja, dat slaat nergens op wat ik nu zeg. Maar ik weet niet. Maar ik zag laatst een foto van iemand en die had gewoon zo'n mooie strakke spijkerbroek aan. Was op zo'n webshop. En deze spijkerbroek leek gewoon op. En dat zag zo leuk uit met Alexander McQueen's eronder. Nou, helemaal leuk. Dus deze. En die heeft ook hier van die mooie destroyed knietjes. En hij is spijkerblauw, zeg maar. Op beeld lijkt hij op zich wel heel erg blauw. Maar in het echt is hij iets donkerder. In een maatje 36 dus. Mid blue. Oh, dan iets heel erg moois. Het is, zoals je kan zien, mijn favoriete kleur. Heel leuk. Dit is een tasje. En ik kon het niet laten. Want hij is echt prachtig. Tadaa! Dit is toch fantastisch. Mooi. Op de site heeft hij ook nog zo'n hele mooie belt. Die zit hier als het goed is nog wel in. Ja, oh, echt zo mooi. Hij heeft een super vet, echt zo'n grove belt. En dat is wel heel erg leuk aan deze tas. Want die kun je dus gewoon zo eromheen doen. Jullie snappen wel wat ik bedoel. Als handvat, zeg maar. Maar je kan hem dus ook zo laten hangen. En dat heeft de site gedaan. Dit. En dan heb je ook nog gewoon een oud roze die daar omheen kan. Dus dat lijkt mij een leuk ideetje. Om de oud roze hier omheen te doen. En dan deze die hier dan nog omgaat. Dus dan heb je twee van die dingen. Ja, lekker moeilijk uitleggen. Maar hij is echt super vet. En dit is dus echt super groot. Goud. Heel cool. En dan dit tasje. En hij is echt mega ruim. Dus er kan echt wel veel in. Hij is ook best wel groot. Kijk maar naar mijn hoofd. En oud roze met gouden details. Ik kon het niet laten. Mijn nagels hebben dezelfde kleur. Dus ik vind deze echt prachtig. Dit is echt top. Oh, hoe leuk is deze trouwens ook met dat zwarte jurkje van hiervoor?
Oeh, misschien leuk voor vanavond. In ieder geval Dusty Pink One Size, deze bag. Dan gaan we door naar het volgende item. Oh, ik pak weer veel te veel. Oh ja, deze heb ik niet voor mezelf, maar voor mijn beste vriendinnetje. Ik heb namelijk dit hemdje. En zij wil al zo lang zo'n kanten hemdje. Hij is echt leuk. Ik ga hem zelf houden. Nee, grapje. Ik ga hem straks gelijk inpakken. Ketting. Ik heb ook nog een ketting voor haar. Die ga ik er ook bij inpakken. En gewoon even sturen als ik vanavond naar Sander ga. Vindt ze vast wel leuk. Zij wil dus al heel lang zo'n kanten hemdje. En nou ja, elke keer als we samen ernaar zoeken of zo, kan nooit het perfecte vinden. En of het past weer niet. Dus altijd gedoe. En deze is super mooi. En dit stofje is ook super lekker. Maar hij heeft ook verstelbare bandjes. Dus dat is echt top. Dus ik denk dat ze hier heel blij mee gaat zijn. Ook straks voor de zomer. Want we gaan samen op vakantie. Dus ik heb deze voor haar besteld in een maatje 38. Dit zwarte hemdje voor haar. Dan, oh ja, deze. En dit is eigenlijk super simpel. Maar ik dacht, dit heb ik nodig voor straks ook weer in de zomer. Ik ben echt op de zomertour. Kan niet wachten. Helemaal zin in. Helemaal klaar met dit koude weer. Dit is een super basic zwart shirtje zoals je kan zien. Maar de achterkant heeft dus een open rug. Ik weet niet of je dat kan zien. Gewoon een mooi detail. Hij is ook maar 15 euro volgens mij. Nou ja, en dan als je mijn code van 15% gebruikt, is die nog goedkoper. Gewoon een zwart shirtje. Vond ik leuk straks met een kort blauw spijkerbroekje. Dikke schoenen eronder. Mooie haar zo een beetje vast. Lekker bruin. Op een kwad. Met een mooie achterkant die open is. Goed verhaal. Maatje XS in het zwart. Dit shirtje. Heel erg blij mee. Dan heb ik iets waar ik een beetje over twijfel. Of in ieder geval, het zag er super mooi uit op de website. Maar ik heb geen idee of het mij gaat staan. Maar het leek me dus ook weer uiteraard leuk voor in de zomer straks. In de avond of zo. Dat is namelijk dit bord. Wow, op beeld is die heel fel rood. Maar hij is echt bordeaux rood. Dit topje. En hij heeft een beetje kanten en details er doorheen. Maar wat ik zo mooi vind is dat hij super chic van die ballonmouwen heeft. En op beeld lijkt hij dus echt felrood. En dan moet ik zeggen dat ik hem dan echt niet mooi vind. Maar in het echt is hij echt bordeauxrood. En dat vind ik dus super mooi met een zwart hoog shortje, een leren broek. En dan heeft hij ook nog van die knopen details op de voorkant. Hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Voor nu ben ik daar veel te wit voor. Maar straks in de zomer vind ik dit heel erg leuk. Deze kan niet dicht. Shit. Ik heb, welke maat had ik? 34. Ik heb helemaal niet hele grote boobies. Dus als je echt grote boobies hebt, raad ik je geen 34 aan. Dus, oh jammer, maar kijk hoe leuk die anders was. Maar hij kan niet eens dicht. Dus ik zit hem echt heel hard aan te trekken nu. Heel jammer, hoe leuk was dit anders. Dus, ja, ik heb mijn rok trouwens ook heel stom open. Maar ja, nee, helaas. Zoals ik net zei, draag ik alleen mom jeans, boyfriend jeans, maar niet echt spijkerbroeken. Gewoon strakke skinny, zeg maar, dat niet. Maar ik heb dus nu een hele mooie lichtblauwe, echt super mooi licht. Hij lijkt wederom op camera heel erg blauw. Hij is echt mooi lichtblauw. Voor een voorjaar of zo vind ik dit een super mooi kleurtje. Boyfriend jeans of mom jeans, wat is het eigenlijk? High waist ripped enkel mom jeans. In een maatje 36. Heel erg leuk vind ik deze. Mooi hoog. Echt super mooi hoog. En dan verder gewoon helemaal basic. En straks voor het voorjaar al helemaal. En dan heb ik alweer als laatste deze BH bralette. Heel mooi vind ik deze. Super chic. Ja, ik laat het gewoon zien, want dat hoort er ook bij. Hij heeft een beugel, dus dat is ook super fijn om toch een beetje versteviging te krijgen. En ja, ik weet niet. Ik vind deze echt super mooi. In het zwart heb je in allerlei cupmaten te krijgen. Dus helemaal blij met deze. Ja, dit is wel echt super mooi. Ook als je een trui helemaal zo over je schouder hebt en dan toch een beetje dit ziet. Heel erg mooi deze. Dus dat waren de items van Naked. Dat zijn dit de items van Naked. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik ben er super blij mee. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en check dus even de linkjes in de beschrijving met de kortingscode. Weekje geldig en ik zie jullie tot de volgende video.